Mirko Bakker van de Schuring, dan komt er een verrassing van heel iemand anders. Schuring naar de binnenkant, oh, dan gaat Mirko Bakker uit de klits. En die gaat ervan profiteren, het is niet Jordi Haatman. Een beetje bang daar in de eerste bocht en dan ga je toch heel veel tijd vliegen. Dan is Mirko Bakker op 2. En Zanderman is op de eerste gezien. En 2 gaat de vlag op Mirko Bakker. Ja, Zanderman is geen sterk op dit stuk, maar dan komt hij alleen aan Mirko Bakker. Misschien wel de sterkste man hier in de finale. Hij heeft toch uit de klits, hij heeft toch iets te veel tijd gekomen. Hij had een Haarman op 3. En dan gaat hij toch groot genoeg op Mr. Van Trommel. Hij kan niet meer een bochtje maken. En dat zal er wel in. Het wordt een bakker 2 in het bocht. Arman 3.